Ik ben Quinsy Gario, ik ben een dichter, theatermaker, visuele kunstenaar. En ik ben in Brussel om mee te doen aan SLOW van de KVS. Met SLOW probeer ik een beetje te kijken naar wat is een familie, wat is verzet, wat is strijd, wat is onafhankelijkheid. En ook te kijken naar, als je de geschiedenis van Brussel neerzet in relatie tot Nederland of met Congo, dan krijg je een heel raar soort van mix. Een interessante mix waar het gaat over vrijheid, waar het gaat over onafhankelijkheid. En waar je dan afvraagt van oké, wie is vrij, wie is onafhankelijk en hoe kan je strijden op een duurzame, solidaire manier. In de voorstelling heb ik Brusselse woordkunstenaars, dansers uitgenodigd om met mij na te denken van wat betekent Brussel vandaag de dag nog en hoe kunnen we daar op ingrijpen.